Welkom vanuit het Edmo Machtenstadion in Sint-Jans-Molenbeek voor de match FC Brussels tegen Germinal Beerschot. FC Brussels nog altijd niet verloren dit seizoen. De twee teams zijn er klaar voor, de supporters ook. Dit zijn die van FC Brussels, die van Germinal Beerschot. Die hebben reden genoeg tot klagen, want zij moesten vanavond €21 betalen. En Julien Gorius gelanceerd. Gorius met Montaigne bij zich en meteen een eerste schot op doel met de linker van de Fransman. Mark Brijs ziet dat het goed is voor Germinal Beerschot. Stojanovic houdt de bal goed bij en de goede voorzet van Stojanovic voor Dieudonné Kaloulika. Wordt genomen. En Koppaard had hem bijna. Julek ging wat makkelijk liggen, denk ik. Bal gaat naar de tweede paal. Luciano ging er onderdoor. Afgefloten die eerste helft. 0-0 is de ruststand van FC Brussels Germinal Beerschot. Kroes knap gedaan voor Figueroa. Hier nog eens kijken naar de mooie beweging van Daniel Kroes. Dixon. En dan Sterkele. Sterkele die moet scoren en hij doet dat. Goal voor Germinal Beerschot. François Sterkele, daar hebben ze hem voor gekocht natuurlijk. Hier nog eens de voorzet. En Sterkele helemaal alleen. Montaigne, Coleman, goed teruggelegd. Kroes. En wordt dit de nummer 2? Jawel. 0-2, opnieuw François Sterkele. Nauwelijks een minuut na zijn eerste doelpunt. Opnieuw onoplettendheid bij FC Brussels achterin. Hier zie je het nog eens. Perfect gelanceerd met het hoofd deze keer. Figueroa was het die hem aanspeelde. Montaigne, Coleman, Kroes en dan Figueroa voor Sterkele. Jawel, prachtige combinatie. Figueroa, Coleman, de Argentijnen. Coleman opnieuw, die kan schieten, Coleman. Cardier wil doelpunten zien. Gorius. Snel richting Sanogo. Sanogo met Dedene bij zich. Sanogo met de kop in het zijnet. Moussa Sanogo, ja, had daar net al een halve kans. Nu nog een halve. Hier in duel met DJ Dedene. En vooral deze man niet te veel ruimte geven. Sterkele met Carbo bij zich. Sterkele in zijn eentje voorbij Carbo. Mag het nog eens proberen. En dat is een goede afgeweken bal en die gaat nog binnen. Die gaat nog binnen. Gorius met de voorzet. En het is eigenlijk een handgoal. En dan wordt er nu afgefloten. Jawel. Germinal Beerschot wint verdiend hier in Molenbeek met 1-2.